De transitie van de gezondheidszorg moet werkelijkheid worden. Dit zei minister Amar Amadin van Volksgezondheid eerder deze week voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Volgens de bewindsman zijn er grote stappen gezet om deze wending op gang te brengen. Ik denk dat iedereen in Suriname bewust is dat we ons zorgstelsel moeten veranderen. Het is ook geen kwestie van een paar maanden. Het heeft in Nederland, in grote landen, zelfs langer dan 10 jaar geduurd. Maar we hebben veel ervaring in huis om dit zelf te doen. En ik denk dat de visie duidelijk moet zijn. En in het Nationaal Plan, waar ik hoop de komende week een persconferentie over zal hebben en tot zal toelichten, hebben wij 9 thema's opgenomen. Geleid door Surinaamse projectleiders en niet dure consultants. Laat me dat duidelijk zeggen. Het zijn mensen die uit het veld komen, eigenlijk al werken in de ziekenhuizen en noem het maar op. En bereid zijn om voor Suriname die transitie van het zorgstelsel nu inderdaad waar te maken. De minister stelt verder dat er recentelijk in de regeringstop goedkeuring is gegeven voor het Nationaal Gezondheidsplan. Hij benadrukt dat er hiervoor een hele tijd aan de weg is getimmerd. Het is niet zoals je gaat denken alweer een plan die in een lade gaat schuiven. Nee, daar gaan we dat plan. Er is een aparte programmadirectie voor. De heer Mark Sprenger, onze speciale adviseur uit Nederland, die is de programmadirecteur. Die daar onbezoldigd voor gaat werken, de programmadirectie gaat hebben. Met een team van 9 projectleiders onder supervisie en gaat feedbacken naar het ministerie en de regering. En wij gaan een duidelijke, we hebben die 9 thema's uitgewerkt met duidelijke visie. Zoals de bekostiging van het zorgstelsel, de verbetering van de intramurale zorg, de verbetering van de farmaceutische hulp, zoals u net noemde, preventie en primaire gezondheidszorg. Er zijn zo'n heleboel zaken, donorcoördinatie. Dus we hebben een aantal thema's die we gaan uitwerken. We hebben deliverables neergezet binnen 6 maanden, 1 jaar. Nadien zegt dat de financiering van het zorgstelsel belangrijk is. In de toekomst zal er overgegaan worden tot de instelling van een nationaal zorgbudget. Volgens de bewindsman zijn vele wetten binnen ons wetgevingsstelsel sterk verouderd. Er moet naar zeggen van Ramadin dus gewerkt worden aan de vernieuwing van deze wetten om de randvoorwaarden op te krikken.